De mens toont zich op verschillende manieren strijdbaar en daarom trekken wij deze week ten strijde. Vandaag beginnen we met zelfverdediging. Ja, of het nu op het schoolplein, de werkvloer, op straat of misschien wel in de thuissituatie is. Veel mensen krijgen wel eens te maken met intimidatie of soms wel fysieke bedreiging. En het Kraftmagat Training Center Tactical Defense in Lelystad Almere en Dronten die kan je dan verder helpen. Ja, Jeroen Meijer en Rotem Nier zijn hier in de studio. Goedemiddag, fijn dat jullie uh, er wat over willen vertellen, want het is voor ons een beetje onbekend uh, terrein. Um, ja, want bij Tactical Defense leren jullie leerlingen dus Krav Maga. Wat uh, is het, uh, Rotem? Oh. <laughs> <laughs> nou, Krav Maga is uh, zelfverdedigingssysteem. Dus het is geen sport. En het is geen sport omdat we geen regels hebben. Oh. Eh, we houden onszelf wel binnen proportionaliteit. Dat is eigenlijk de enige regel die we wel gebruiken. En natuurlijk binnen de Nederlandse wet. Eh, wat mag of niet mag eh, in elke situatie. Nou, Dan klinkt dat ja, nog alsof je elkaar niet eh, neer mag rossen, maar verder mag alles. Nou, het hangt eraf van de situatie zelf. Eh, wat bedoel ik daarmee? Dat als iemand alleen maar vervelend tegen mij doet... Dat betekent niet dat ik hem gewoon eh, gelijk naar de grond brengen. Maar ja, als iemand gaat me aanvallen met eh, bijvoorbeeld een mes of iemand wil iets anders doen met mij, dan moet ik alles doen wat ik kan in mijn kracht, binnen mijn kracht, om eh, mezelf te, te redden en veilig naar huis te gaan. Wat betekent dat eigenlijk, Krav Maga? Krav Maga in Hebreeuws is a combat contact. Dus eh, het is combat met vol contact. Ja, en. Eh, ook wat eh, maakt Krav Maga wel bijzonder is, dat het is de ja, realistisch systeem van zelfverdediging. Dus eh, alles wat je kan denken dat kan gebeuren op straat, thuis, schoolplein, supermarkt. <laughs> op elke situatie waar je kan jezelf vinden, in de auto, eh, binnen een kleine ruimte, in een groep mensen om je heen, meerdere aanvallers tegelijk: man, vrouw, kinderen, ouder, jongen. Eh. Ja, ja, alles. Dus. Het is wel realistisch. Ja, Jeroen, dus, dus geen vechtsport. Het is dus niet dat je werkelijk komt en lekker met z'n allen uh, uh, ja, wat mooie technieken leert. Maar het is dus puur, oké, okay, als je wordt aangevallen, dan dit. W wat zijn nou een paar van die situaties bijvoorbeeld dat jullie dan waarmee jullie aan de slag gaan? Nou, uh, ja, het kunnen diverse soorten situaties zijn. Uh, we leren ons verdedigen tegen stoten, trappen, maar ook uh, verwurgingen, uh, bedreiging met het mes, aanvallen met het mes. Maar wat eigenlijk ook gewoon veel belangrijk is en waar binnen het Kraftmakkaal ook aandacht aan wordt besteed, is om zoiets te voorkomen. We zijn heel erg omgevingsbewust. En dat houdt in dat we als we in een situatie komen waar we ons niet uh, vertrouwd voelen en we zien daar iets uh, gebeuren in de verte, dan gaan wij liever een andere kant op dan dat we de confrontatie aan moeten gaan. Is dat na het les 1 van Wees je bewust van je omgeving? Ja, dat begint dan eigenlijk gewoon vanaf de eerste les. En ja, we hebben diverse soorten technieken, maar zowel ook hard als soft solutions. Kijk, als jij wordt aangevallen met een mes, dan moet je gaan overleven. Want dan is het een gevecht op leven en dood. Maar maga is ook soft solutions. Uh, mensen die bijvoorbeeld werkzaam zijn in de zorg. en met patiënten te maken krijgen die bijvoorbeeld een hersentrauma hebben. en daardoor agressief reageren. die kan je natuurlijk geen hard solution leren. Daar kun je ook soft solutions mee leren. Daarnaast is het ook zo binnen het onderwijs. Maar heel even hoor, los, solu uh, 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 soft solutions. Het is dus een softe aanpak, een zachte ja. aanpak. Maar wat, wat kan het dan zijn? Dat je het verbaal oplost? Of? Verbaal enigszins ook, want het belangrijkste is natuurlijk ook te blijven communiceren. Maar je kan ook iemand een bepaald, op een bepaalde manier vastpakken. Uh, uh, en dan ergens naar, uh, naar een andere ruimte te begeleiden. Om zo weer de rust te creëren ergens. Kijk, het is dus niet alleen maar Hup uh, gelijk een, een klap geven of wat dan ook. Dus Soft Solutions is ook heel belangrijk binnen het kracht Ja, dus je verklapt hiermee eigenlijk al dat je dus ook bijvoorbeeld leraren hebt, zorgpersoneel. Wat, wat voor mensen komen nog meer op jullie cursus af? Ja, dat is ook een goed voorbeeld. We geven nu ook een aantal cursussen aan, aan leraars, aan docenten op school. En daar komen we zeker tegen soft solutions, want ze gaan niet uh, <laughs> ze eigen leerlingen slaan. Mm -hmm. uh, dus ja, als twee leerlingen of meer uh, hebben vechtpartij op schoolplein, hoe kunnen ze hun uh, uit elkaar uh, brengen? Als een leerling uh, doet uh, iets vervelends in de klas, hij wil niet eruit of whatever. Dan willen uh, we leren de, hun de soft solution, wat kan ik doen in een soort situatie. Maar ook niet alleen uh, met anderen, maar ook met mezelf. Als iemand bijvoorbeeld, pakt mij bij de shirt. Het is niet gelijk uh, stoot geven, maar het zijn manieren om los te komen zonder uh, de andere pijn. Ik heb wel eens begrepen bij Maga dat je eigenlijk de kracht die de ander in de actie steekt, dat je die gebruikt. Dat, je, dat het jezelf eigenlijk niet ja. eens zoveel aan energie hoeft te kosten. Nee, nou, dit is meer aikido. Oh, oké, okay. prachtig. Eh, yes. <laughs> eh, er zijn wat mooi aan Maga is dat het is wel een, eh, zeg maar een collectie. Van heel veel dingen bij elkaar. En ja, we hebben zeker technieken dan wel van Aikido eh, gepakt. Mm -hmm. dan daar gebruik je wel die van, de kracht van een ander. Ja. Maar dit is niet per se Krammagai. maga is wel vol erin gegaan. Ja. Uh, Jeroen, uh, jullie zitten uh, in Lelystad, Almere en Dronten. Dat betekent dat daar heel veel animo voor is, dus. Ja, dat zeker. Alleen als je ook kijkt naar het uh, stukje zelfverdediging en een stukje veiligheid... is dat op dat moment ook gewoon helaas ook nodig. Als je kijkt naar de cijfers van hoeveel mensen de slachtoffer worden van geweld... ja, de schrik, dat is gewoon schrikbarend. En daarin kan uh, Krav Maga zeker iets betekenen. Alleen het is niet alleen jezelf verdedigen middels een techniek. Het is ook met je gezondheid bezig zijn. Want we zijn ook in de lessen bezig met een stukje krachttraining... conditie, souplesse, snelheid, motoriek... Motoriek bij kinderen is toch vaak uh, onderontwikkeld... omdat de kinderen tegenwoordig wat minder, uh, meer binnen zitten, mm -hmm. minder bewegen. En dat, uh, daardoor ontstaat uh, sociale uitsluiting. Maar naast het feit van jezelf verdedigen, uh, fysiek en fysiek bezig zijn... is mentaal is eigenlijk nog veel belangrijker. Want als je eigenlijk in de situatie zit van de confrontatie... is het misschien 20% techniek wat je gebruikt en 80% mentaal. En juist die mentale ontwikkeling wordt ontzettend veel aandacht besteed binnen het Maga. Ja, En toen jullie hier net uit de auto stapten, hè, waren jullie toen ook extra alert of dacht je al oh, gezellig? Dan ben, je, <laughs> ben, je op, ben je op het moment ook onbewaakt nog als je hiermee bezig bent? Ik denk dat het is zo uh, rooted in ons systeem dat we zijn niet altijd bewust zijn van hoe bewust we eigenlijk zijn. <laughs> Uh, maar zeker uh, als ik ga naar, uh, noem niet zo vaak maar restaurant of, of uh, bioscoop of wat dan ook. Ik kijk altijd uh, hoe, waar ik zit. Uh, waar is de exit? Uh, waar zijn die, uh, noem je dat die Ja. Nope. Uh, dus, uh, yeah, uh, dus altijd. Het is gewoon zo in mijn systeem dat ik het is niet iets dat ik wel alert zijn voor, maar het is gewoon, het is normaal. Ja. Voor mij denk ik en voor Jeroen denk ik ook. Is kracht... En dat is, is, is ook iets wat Jeroen heeft over gezegd over um, preventie. Dat yeah. is ook iets, zeker met kinderen. We leren ook alert te zijn voor alles wat kan gevaar, gevaarlijk zijn. Het is niet alleen één persoon gaan me aanvallen. Ook het verkeer, het weer, eh, brand, elektriciteit, internet. Ja. Eh, dus het is wel heel bewustzijn voor, niet in een paranoïdische manier, niet constant kijken voor gevaar, maar wel bewustzijn van waar, veilig, waar, waar voel ik wel veilig en eh, waar mijn intuïtie zegt, nou, dit voelt niet zo. En wat kan ik daar doen? Jeroen, waar kunnen mensen meer informatie vinden? Eh, mensen kunnen meer informatie vinden op onze website www.tacticaldefense.nl en ook bij de IKMF, wij zijn aangesloten bij de IKMF, de International Kraft Maga Federation. En daar is ook heel veel informatie te vinden over trainingslocaties in de buurt. Nou, heel erg goed. Dank jullie wel, Jeroen Meijer en Rotterdam Nier. Eh, heel erg bedankt dat jullie, nou, ons, jullie ons even bedankt. mee hebben willen nemen in de wereld van Krav En jullie ook, eh, hartstikke bedankt dat jullie ons de ruimte hebben gegeven om wat over Krav Maga te mogen vertellen. Graag gedaan. Dank je wel.